Ik zal jullie even updaten over de huidige situatie hier. We zijn nog steeds in de badjas. Oh, en we staan op het punt om lekker te gaan koken. Want Ramos en papa die gaan bananenbrood maken en ik ga een curry maken. Normaal doen we dit nooit, dus een voordeel bij een niet voordelige situatie. Een soort van. Nee. Ik vind het best wel eng. Ik ben best wel bang om het te krijgen. Ik ben ook best wel bang dat mensen om me heen het krijgen. Hi, daar zijn we weer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. De tweede van deze week. Yay. Dit was eenmalig, want normaal gesproken dan lukt dat echt niet. Maar ik dacht nu wel een keer leuk. Ik heb ook echt daarnet pas die andere vlog afgesloten en nu gaan we meteen weer door naar de volgende. En we staan op het punt om lekker te gaan koken, want Ramos en papa die gaan bananenbrood maken en ik ga een curry maken. En ik weet dat jullie die heel graag willen zien, dus ik ga meteen even filmen hoe ik dat doe. Ik heb hier wortelen. Ik heb hiervoor betaald bij de Plus. Ik dacht, dat ga ik ook meteen laten zien. 1,19 euro, dus dat is best wel goedkoop. Ik heb hier tomaten. Deze waren vrij prijzig. 1,17 euro, dus bijna hetzelfde in totaal. Dan heb ik 1 teentje met knoflook. Gember, daar ga ik ongeveer dit stuk van gebruiken. Dit zo. Dit dingetje. Dan heb ik een hele zak met pompoenblokjes uit de vriezer. Ik heb hier aardappeltjes. En de ene keer doe ik er 5 grote in. De andere keer 8 kleintjes. Ik doe altijd zomaar wat. Dus die gaan erin. Deze die gaan er pas op het laatst overheen. Dan heb ik nog 2 keer kokosmelk. En qua kruiden heb ik nu in huis curry. Korianderblad. Ik vind verse lekkerder, maar goed, die hebben we nu niet. Dus prima. Dan heb ik nog peper. En ik heb hier milde paprika poeder. En je kan natuurlijk ook een pakje gebruiken met currypasta. Alleen dat doe ik niet. Omdat daar gewoon heel veel zout aan toegevoegd zijn. En ik vind het eigenlijk net zo lekker om het gewoon helemaal vers te maken met eigen kruiden. Daarbij is het zo dat ik eerst alles gewoon helemaal ga maken zonder kruiden. Wel natuurlijk de gember en de knoflook. Zodat Bobby en Charlie ook mee kunnen eten. En als laatste doe ik pas de kruiden erbij voor ons. Dan hoef ik namelijk niet 2 keer te koken. En dat is echt gewoon veel simpeler en makkelijker. Oeps, en we hebben ook nog 2 rode uien nodig. Of gewone uien, maakt helemaal niks uit. Kan allebei. De rode ui, de gember en de knoflook zitten in de pan met een beetje olie. Dit ga ik eerst eventjes aanbakken, even fruiten. En dan ga ik de rest erbij doen. Ik heb ondertussen ook water gekookt. Deze ga ik zo toevoegen. Ik heb de aardappeltjes gesneden. Deze zijn gewassen, dus die kunnen zo in 4 pakjes erbij. En ik ben bezig met dit, maar dit is altijd best wel veel werk. Dus daar ga ik nu nog even mee verder. Dit is klaar, dus dan kunnen we beginnen met het toevoegen van eigenlijk alle ingrediënten. Ondertussen voeg ik dan water toe en dan laat ik het ongeveer 40 minuten koken. Nou, dit is inmiddels lekker zacht gekookt. Niet te zacht, maar wel zacht genoeg om te pureren. Dus dat ga ik even doen. Zo, gepureerd. Nu ga ik even bakjes uitscheppen voor Bobby en Charlie. Die kunnen dan lekker daarvan eten. En dan maak ik er ook nog 2. Van deze ga ik dan vullen voor in de vriezer, zodat ik voor hun nog 2 porties in de vriezer heb zitten. Altijd handig. Ik heb er dus nog niks anders bij gedaan dan dat ik daarnet liet zien. De kokosmelk en de kruiden die ga ik er zo meteen pas bij doen. En dan kan nu lekker de kokosmelk erbij en de kruiden. En dan is die gewoon al klaar. Hoppa. Ja jongen. En uiteindelijk heb ik dit keer toch gekozen voor doperwtjes in plaats van kikkererwten. Want deze hadden we nog openstaan in de koelkast. En je kan dit dus eten als soep of als curry over de rijst. En wij eten het eigenlijk altijd met rijst. Maar dit keer dachten we, nou, het is zondag, even iets anders. Dus we hebben er naanbroodjes bij. En dan kun je lekker gewoon lepelen en ook dippen. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En het is best wel een aparte dag. Even de deur dicht en Bob en Charlie liggen op bed. Het is best wel een aparte dag, want normaal gesproken is Ramos altijd op het kinderdagverblijf op maandag.
En ben ik op kantoor. En nu zijn we gewoon echt met z'n allen thuis. Heel apart. Dus de meisjes liggen nu op bed. Ramos is beneden even tv aan het kijken. En Ed en ik die zijn vanochtend al vroeg begonnen met werken. Nu heb ik net even aangekleed. En ik ga jullie even mijn outfitje laten zien. Ik heb namelijk een heel leuk pakketje binnengekregen van Chiquelle. Superleuk. Ik mocht wat dingetjes uitzoeken. En ik had voor gekozen voor wat basic shirtjes. Dus dit is de eerste. Ik vind het altijd leuk. Dit is een oversized shirtje in het grijs. En ik vind het altijd leuk om het zo een beetje in je broek te dragen. Ik draag maat S, maar hij is echt oversized. Dus, maar voor mij, ik vind het perfect. En ik ben dus zelf echt het meest gek altijd op basic items voor mezelf. Dus ik heb gewoon echt alleen maar van dit soort shirtjes gekozen. Dit is dezelfde, alleen dan in het zwart. En die kun je ook weer gewoon lang dragen of hier zo lekker in je broek. En ik dacht om niet altijd voor zwart of grijs of zo te gaan, of wit, laat ik ook een kleurtje bestellen. En dat is deze soort van zalmachtige kleur geworden. Ook gewoon een basic, lekker zo in je broek. De laatste is deze. En dit is een hemdje, gewoon heel simpel, basic zwart, kan je het zien. Ja, met een ribprintje. En je moet er wel een wat hogere broek op dragen, want hij is vrij kort. Of je moet echt een buiktrui willen, maar ik hou er nooit zo van. Ja, deze is ook gewoon vrij simpel, maar ja, helemaal leuk. Dus dit ga ik even opruimen. Zelf heb ik trouwens deze, ga ik deze aandoen vandaag. En ik heb een kortingscode voor jullie, staat onderaan in de beschrijving. Ik zal jullie even updaten over de huidige situatie hier. Oh, ik zei nog steeds mijn badjas. Oh, zoals gewoonlijk. Het is een badjas. Het is 10:30. Bobby en Charlie hebben lekker geslapen. Die liggen nog steeds in het ingebouwde vocht daar. Ramos die zit nog steeds op de bank. En Peppa Pig staat ook nog steeds aan. Dus dat is een beetje de situatie hoe het nu is. En ik denk ook gewoon dat dat de aankomende weken zo gaat blijven. Ik vind het wel heel leuk, want op Instagram zie ik wat jullie allemaal aan het doen zijn. En hoe dat dan bij iedereen gaat. Dus ik vind dat wel heel leuk om te zien. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om dat bij ons een beetje deze week mee te krijgen. Nu gaan we even koffie drinken, fruithapjes eten en dan, ja, dan gaan we weer verder. Hallo jongens. Deze dames drinken lekker een flesje. Ramos die heeft al eten. En Ed heeft lekker eten voor ons gemaakt. Oh. Kijken. Brood. Eitjes. Ja. En ook nu, of misschien wel juist nu, eten we gewoon lekkere voeding, lekker gezond en besteden we de tijd aan. Als ik jou nou ooit niet meer wil, hè? Nou. Kan ik hier aan terug refereren? Ben ik je zo kwijt waarschijnlijk. Lekker brilletje. Ja. Dit is mooi. Ik vind het echt heel mooi. Ja. Wat vind jij ervan? Ik denk dat het een snelle planga. Een snelle planga is, ja. Mag maar even een beetje extra pauze nemen. Zo, ik ga even de tuin vegen. En aan het einde van deze 3 weken is mijn huis helemaal schoongemaakt, denk ik. En mijn tuin en alles. Toppie. Normaal doe ik dit nooit. Dus een voordeel bij een niet voordelige situatie. Een soort van. Ga je meehelpen vegen, Ramos? Ga je nog meehelpen met vegen? Hè? Oh, ik dacht je gaat me wel even meehelpen met vegen. Nee. Ik heb gewoon weer helemaal niks kunnen filmen van het eten, want ja, de dames waren echt, ik weet niet, volgens mij hebben ze een soort van huiluurtje of zo. Precies voor en na het eten, wat dus echt heel irritant is. Dus het is inmiddels 7:15 en wij gaan lekker tikkertje doen buiten. Even nog een beetje bewegen voordat hij naar bed gaat. Lekker energie kwijt na deze dag. Kom, kom, wij gaan weer samen, oké? Papa? Leuk je jas, zo met de vest. Ja, maakt niet uit. Ben jij het bed net? Ben jij de tikker? Papa is de... En dan zeggen we... Pak me dan een pansiekam. Kom, kom, die pak. Ga. Tikkie. Oh. Kom, kom, kom. Wij zijn hem al. Ik ben vrij op het bankje. Nee. Ja. Nee. Ja. Thank you.
Zo, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Het lijkt echt alsof ik super bruin ben. In werkelijkheid ben ik hartstikke wit. Lekker make-upje opgedaan dus. Het is naar kantoor deze ochtend en ik ga vanmiddag. Toch besloten om elkaar een beetje af te wisselen. Met naar kantoor gaan en niet alleen maar thuis te werken. Omdat het in principe niet nodig is. Want bij ons kantoor komt er niemand. En we stappen de auto in en we rijden er naartoe. We stappen uit en we zijn daar binnen. Dus weet je, in principe is dat gewoon veilig. Ik zit even stiekem boven te snacken. We hebben voortaan de regels dat we met z'n allen eten. Dus we hebben ontbijt. Een fruithapje om 10 uur ongeveer. Lunch. Dan 's middags iets van een snackje. En 's avonds eten. En daar proberen we zoveel mogelijk aan te houden. Want ja, dat werkt gewoon het beste. Dat geeft meestal regelmaat, vooral voor Ramos. Dus als ik dan honger heb, dan ga ik gewoon stiekem naar boven. Dan ga ik gewoon hier lekker zo'n krikkertje zitten eten in mijn eentje. Dus een baby slaapt trouwens, hè, Bob en Charlie. Anders zou ik ze niet allemaal alleen laten. Maar dus helemaal chill. Volgens mij ben ik niet de enige moeder die dit doet, toch? Maar wat ik dus net wilde zeggen, het is dus dag 2 van thuisblijven. En omdat we dit weekend ook al thuis waren, ja, is het voor ons nu al ietsje langer. Voor de meeste mensen denk ik, want volgens mij heeft niemand dit afgelopen weekend iets gedaan. Ja, het voelt heel apart, het voelt heel vreemd. En vanochtend werd ik wakker en toen dacht ik, hey, dit is gewoon een soort van beperking van je vrijheid. En natuurlijk met een goed doel en uiteraard ben ik helemaal voorstander. En doen wij er ook alles aan voor te zorgen dat het virus zich niet te snel verspreidt. Maar ja, het is natuurlijk best wel een beperking en dat is heel raar. En echt aanpassen binnen je gezin. En ik zie dat bij iedereen ook voorbij komen op bijvoorbeeld Instagram. Iedereen heel creatief bezig is met het invullen van het nieuwe tijdelijke leven. En dat is best wel raar of zo. Ja, ik vind dat best wel heftig als ik heel eerlijk moet zijn. Zijn jullie eigenlijk bang? Ik vraag me dat dus af, of je bang bent of niet. Ik vind het best wel eng. Ik ben best wel bang om het te krijgen. Ik ben ook best wel bang dat mensen om me heen het krijgen. En ondanks dat ik weet dat de kans heel erg groot is dat het als een fikse verkoudheid of een hele fikse griep of ergens daartussenin zeg maar verloopt. Ja, dan nog, het zijn dan berichten die ik dan op het nieuws zie over beademing en dat soort dingen. Die grijpen me dan echt wel aan. Daar word ik toch best wel bang van. Ik vroeg me gewoon af hoe dat bij jullie is. En hoe jullie daarin staan. Bobby is wakker. Ik hoor dat dit Bobby is. Ik hoor het verschil tussen hun twee. Want ze hebben altijd een ander huiltje. Maar nou, ik wil me niet te veel laten leiden door die angst. Dus ik zet het dan ook weer van me af. Ik vroeg me gewoon af hoe dat bij jullie zit. En hoe jullie je zeg maar voelen onder deze hele bizarre situatie. Nou, het enige voordeel is dat ik in ieder geval lekker opruimerig en poetserig ben nu. Want ik ben elke dag lekker alle dekbeten aan het luchten. Tot nu toe. Zo, die. Zo meteen die van Ramos. En dan lekker heel de dag het raam open. Even frisse lucht. Schoonmaakster heb ik ook afgezegd. Gewoon om besmetting te voorkomen. En om zoveel mogelijk zeg maar te isoleren. Dus dat doen we gewoon nu ook lekker zelf. En dat is ook gewoon helemaal prima. Dat kan ook makkelijk. Want we zijn toch meer thuis. Niet dat we het rustiger hebben. Eigenlijk juist niet. Want door het combineren en geen oppas hebben. Hebben we het eigenlijk alleen maar drukker. Maar we kunnen wel meer samen doen in het huishouden. Dus dat is wel heel fijn. Dat scheelt dan wel weer even. En je maakt er toch, en dat vind ik dan wel weer mooi om te zien. Bij onszelf, maar ook bij anderen. Je maakt er toch altijd maar gewoon het beste van. En je kijkt toch maar weer in elke situatie hoe je het gewoon het beste op kan lossen. Dus dat is wel ook weer, dat geeft je ook wel weer een vertrouwend gevoel of een fijn gevoel of zo. Wat zijn jullie aan het doen? Jullie mochten even samen liggen, hè? Ja, gaat dit goed? Ja. Gaat dit goed? Ja? Nee, is niet. Nee. Ramos wil heel graag helpen met een meisje eten geven en propt dan dezelfde helft van de boterham in zijn mond. Nee, deze. Die krijg je niet. Nou jongens, tot straks. Het voelt gewoon serieus heel even fijn om hier op kantoor te zijn. Dat is normaal ook wel, maar nu voelt het echt nog 10 keer fijner. Ja, wij zijn vandaag dus afwisselend aan het werk. Ed vanochtend, ik vanmiddag op kantoor. En bij ons kan dat prima, want al onze personal training sessies die zijn afgezegd. Dus er komt hier helemaal niemand. Alles is schoon.
Ik stap de auto in thuis en ik stap de auto hier uit voor de deur en ik loop naar binnen. Dus we kunnen in principe gewoon heel, heel fijn gewoon wel kantoor werken. En het is ook wel nodig, want dan kun je gewoon veel effectiever alles doen wat je moet doen. En thuis wordt het gewoon continu gestoord. Dus ik ben nu vooral bezig met mails wegwerken. En eigenlijk dat vooral, heel veel mails wegwerken. Dat is een beetje mijn taak voor vanmiddag. Mijn haar wordt echt super lang. Ik heb het echt al heel lang niet meer zo lang gehad. En ik heb ook een afspraak staan bij de kapper voor binnenkort. Maar ik vraag me af of deze door kan gaan. In ieder geval, ik ben thuis. En ik ben even eten aan het koken. Dit pannetje heb ik op staan voor ons. Dit zijn snijbootjes en broccoli. En precies hetzelfde ga ik hierin doen voor Bobby en Charlie. Ik had het ook trouwens gewoon samen kunnen koken hoor. Maar ik ga dit toch gebruiken voor de aardappeltjes voor hun. Dus ik dacht, dan doe ik dit ook gewoon lekker zo. Aardappeltjes ga ik nog even snijden. En wij gaan het met rijst eten. Maar voor Bobby en Charlie dus deze. Ik heb trouwens nog wel een tip voor jullie voor de aankomende weken. Ik heb gisteren dus met vrienden en vriendinnen gebeld met de app Hangouts. Dat ziet er zo uit. Deze app is het. Hangouts heet het. En daar kun je dus allemaal mensen aan toevoegen. Dus vrienden bijvoorbeeld. En dan kun je dus een call doen. En dan kun je elkaar afwisselend zien. Dus degene die dan praat, die komt in beeld. En onderin zie je iedereen in beeld. Echt super leuk. We hebben echt, volgens mij iets van anderhalf uur zitten kletsen met z'n allen. En volgende week maandag hebben we onze volgende call weer staan. En dan gaan we gewoon weer lekker met z'n allen op de bank zitten. En dan gewoon even bijkletsen. Want het zijn toch misschien voor sommige mensen best wel eenzame tijden. En als je bijvoorbeeld alleen bent. En je zit maar een beetje alleen thuis. Dan duurt het echt duren de dagen echt heel erg lang. Dus misschien is het nog wel een tip voor je om met vrienden of familie op deze manier te doen. En dit is het geworden voor Bobby en Charlie. En dit is het geworden voor ons. Eet smakelijk, jongens. Ramos is aan het stofzuigen. Ideaal. We hebben lekker gegeten en we gaan nu opruimen. Het is pas 5:30. Echt heel chill. Als het kan, dan vind ik het altijd heel fijn om gewoon lekker om 5:00 te eten. Want dan hebben we nog genoeg tijd om de avondroutine te doen. Totdat ze allemaal lekker naar bed gaan. Ramos is Ed aan het feunen. De feunbar. Feunbar Ramos. Een echte man, hè. Deze twee zijn even aan het kijken wat deze twee aan het doen zijn. Dozen omschoppen met een voetbal. En wij zijn lekker binnen met de meiden. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben lekker vroeg opgestaan. Ik ga zo meteen naar kantoor. Het is pas 7:15, dus dat is lekker vroeg. Nu eventjes brood uit de vriezer halen, ontbijtje maken, koffie brengen naar Ed. Die mazzela die gaat lekker koffie drinken op bed. En ik rij zo meteen naar kantoor. Ik heb zo een koffiedate gepland met alle nieuwe mannen en dames. Dus dat is heel leuk. Maar eerst dus even eten maken. Even heel snel, want ik heb zo meteen een call. Het is inmiddels 9:00. Maar ik zit net dus de vlogbeelden te kijken die jullie net hebben gezien. Om ze een beetje alvast te sorteren. En toen bedacht ik me ineens dat als je ooit jezelf wil reflecteren, dat vloggen echt de beste optie daarvoor is. Want ja, je ziet gewoon hoe je zelf doet, hoe je kijkt, wat je zegt. En dan hoor ik mezelf dus echt een paar keer of niet zeggen tegen Ramos. Terwijl ik tegen hem zeg, Ramos, het is of niet. Niet of niet. Weet je, of nog wel meer van die Brabantse woorden die hij dan nu dus zegt. Maar die ik dus zelf ook gewoon zeg. Of bijvoorbeeld hoe je dan kijkt. Of dat dus. Dus daar moest ik even om lachen. Horen jullie dat ook trouwens? Mijn Brabantse accent heel erg in de vlogs. Ik ben daar benieuwd naar. Goed, ik heb een call, het is 9:00. En als die is afgelopen, dan ga ik lekker koffie maken. En dan heb ik dus die call met de nieuwe Fitmama leden, dames, mama's. Dus ik ben nog even lekker druk bezig. Ik ben weer thuis en ik ben samen met Ramos eventjes deze twee dames een boterham en een flesje aan het geven. Heel gezellig. Ramos die kan mij heel goed meehelpen. Dus die geeft Charlie een broodje. En ik ben Bobby nog een flesje aan het geven. En die krijgt zometeen ook een broodje. Ja, en dat vinden ze heel lekker. Charlie wil eigenlijk geen fles, die wil alleen maar brood aan mij. Kijk, er is nog een heel stuk brood. Het is nog een heel stuk, maar ze kunnen nog geen kostjes eten, hè? Ah, die doen ze ook. Nee.
En jij en mij. Ja, snoezie. En toen gingen we van het middageten ineens naar het avondeten. Ik heb niet meer gefilmd vandaag, want, vanmiddag, want Ed was weg. En ik was alleen met de kindjes en dan is het soms gewoon best wel druk. Net nog even de vaatwasser uitgeruimd, alles een beetje opgeruimd. Tafel alvast gedekt en nu is het 4:50 en ga ik lekker koken. Ik merk wel, nu we geen oppas meer hebben, dat we toch wel echt minder tijd hebben om te koken. De dagen zijn echt veel drukker en omdat we allemaal steeds thuis zijn, en vooral Ramos natuurlijk met zijn leeftijd, ja, moet je die wel echt gewoon vermaken. En dat doen we waar kan, hè. Ik bedoel, we zijn ook geen, robots. We kunnen ook niet alles, maar we doen wel ons best om hem toch een daginvulling te geven. En leuke dingen met hem binnen zijn huis te doen. Of in de tuin. Maar goed, we hebben dus net wel wat minder tijd om te koken. En ik had eigenlijk best wel lekkere dingen bedacht voor deze week qua recepten. Maar dat gaat me gewoon niet worden. Dus ik ga gewoon terug lekker naar mijn oude vertrouwde. Ook gewoon prima, want uiteindelijk draait het om de ingrediënten die je gebruikt. En dit is wat ik dus vandaag ga maken, want dit is eigenlijk hetgeen wat ik nog over heb van de boodschappen van de week. In ieder geval dit. Nou, deze ga ik maken voor Bobby en Charlie. Ik had van gisteren nog wat over, dus als ik dit erbij doe, heb ik weer een maaltijd. Dit is voor mij. Oké, die is voor jou. Ja, we gaan dus wraps eten. Ik wou wrap. Ja, dat is goed. En dat doen we dus met dit wat over is. Ik ga gewoon lekker snijden. Deze even heel even koken. Alles roerbakken bij elkaar. Lekker. Ja, weet ik, schat. En that's it. Misschien dat ik trouwens wel één van deze gebruik. Dan hebben we er nog één morgen. En dan doe ik nog wat kikkererwten erbij. Ja, dat doe ik. Dus ik doe dit. En kikkererwten. Het wordt echt een beetje zo'n kookvlog of zo, deze vlog. Eerst al die curry heel uitgebreid. Ik zal dit niet te uitgebreid laten zien, want anders denk je dat je inderdaad naar een half kookprogramma kijkt. Ik wil wel een heel klein stukje paprika, dat vind ik ook heel leuk. Oké, nou, doe deze maar vast wassen. Wat eten we, Joke? Wij eten wraps. Oeh, die ziet er lekker uit. Lekker, hè? Heel lekker. Wraps eten we, maar even zo, dat past niet goed. Ramos eet over het algemeen alleen de wrap op. Ja, maar ik ben heel slim. Ik doe eerst dit erin. En dan kan hij de rest nog krijgen als dit op is. Zo is ze dan ook wel weer. Maar ik ga lekker douchen met het hele gezin. Of tenminste, Ed is nog heel even aan het opruimen. Ramos is al helemaal klaar ervoor. En ik ga dadelijk om en om Bobby en Charlie mee in de douche doen. En dan gebruik ik deze voor, nu op dit moment. Deze. En dan kan ik dan een van de twee dames lekker inleggen. En dan ga ik ze wassen met een lekker zeepje. En dan zijn ze weer schoon. Jij mag eerst die zeep. En ik heb jullie een paar vlogs geleden al laten zien hoe we dat precies aanpakken. Dus ga ik maar niet helemaal filmen nu. Maar we doen ze dus om en om in bad. Kom maar. Je zusje gaat even douchen, Bobby. En mag jij zo meteen. Ja. Gaat je lekker douchen? Ja, je kan lekker douchen. Onze ondernemer, hè? Charlie is een heel ondernemend typeje. Die gaat de hele kamer rond. Die is van alles aan het doen de hele dag. Hè? Ja. De kindjes liggen op bed. Die hebben lekker gedoucht. Ik nog niet eens. Is er niet meer van gekomen. Maar al wel vast mijn chill outfitje aangedaan. Dankjewel voor het kijken. Ik ga de vlog afsluiten. Want hij komt over 2 dagen al online. Ik ben heel benieuwd hoe het er volgende week, als er weer een vlog is, hoe het er dan voor staat. Ik hoop gewoon heel erg dat de situatie in Nederland en in Europa verbetert. En dat we niet eigenlijk nog een soort van verder van huis zijn dan dat we op dit moment zijn als ik deze vlog ga uploaden. Maar goed, we gaan het zien. Voor nu dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik wens jullie heel veel goeds, heel veel liefde en steun naar elkaar toe in de aankomende periode. En een hele lieve kus van mij.